Hallo mensen, ik ben Max en vandaag gaan we weer tot de Max bij een nieuwe aflevering van Hoe Maak Je? En in deze aflevering Condor uit Walibi Holland. Voordat deze video begint heb ik nog even een korte mededeling, namelijk Traincards, BK Common Lib en alle andere Traincards addons zijn nu voor versie 1.11 geüpdate. Dus ook in deze video bouw ik de Condor in versie 1.11. De linkjes voor Traincards, BK Common Lib en TC Hangroll, de plugins die je immers nodig hebt voor deze video, die staan in de beschrijving. Laten we nu dan beginnen met de bouw. De bouw van de Condor begint natuurlijk met een rechtstuk, namelijk het station. Bouw dus ook een rechtstuk op een hoogte van 5 bloks. De lengte maakt niet heel veel uit. Vervolgens begin je aan de lifthill. De lifthill van Condor is 31 meter hoog, dus gaan wij hem hier ook 31 bloks hoog maken. Ook is de lifthill niet heel steil, dus maak hem steeds 2 bloks naar voren, 1 blok omhoog, 2 bloks naar voren, 1 blok omhoog, etc. Vervolgens komen we bij de drop van de Condor. Dat is een halve draai naar beneden en dan vervolgens in een rollover. Rollover komen zo, maar eerst even de drop. De drop is best lastig te maken, aangezien je in Minecraft best wel gelimiteerd bent hoe je een halve rol naar beneden kan maken. Dus dat is altijd lastig om een beetje te bepalen. Dus je moet er zelf maar eventjes mee testen en dan kijken hoe die uitpakt. Ik heb hem dus achteraf heel veel moeten aanpassen, maar dat zie je straks. Vervolgens kom je in de rollover terecht. De rollover is eigenlijk een halve looping omhoog, vervolgens door een inline twist, vervolgens weer een halve looping naar beneden. Omdat je niet over de kop kan gaan met TC Hangrail, moet je dus switchen naar normale rails. En daar heb ik dus wat op bedacht, en dat is door de rails op steen te bouwen en dan de baan zeg maar later omhoog. Dat laat ik zo meteen wel afzien. Maar eerst maak je dus eigenlijk de rollover van steen met daar dan over later de rails. Als de rollover klaar is, dan maak je een banked turn naar rechts. In het echt helt hij namelijk de andere kant op, maar dat is heel lastig om hier te maken, dus doe je het gewoon zo. Vervolgens komt er een afdaling naar beneden. De afdaling gaat een stukje de grond in, dat is ook in het echt zo, dus je moet even een gat maken waar dit dan doorheen past. En dan vervolgens komen we in een sidewinder terecht, een soort van sidewinder. Ook hier maak je weer gebruik van steen, want we gaan het op dezelfde manier doen zoals we eerst hebben gedaan bij de rollover. Nadat je de soort sidewinder uit bent, maak je een bocht naar rechts, 270 graden bocht naar rechts, vervolgens naar een inline twist toe. De inline twist die begint boven de sidewinder, dus dan moet je me even oppassen dat je daarmee goed uitkomt. En ook bij deze twist ga ik via steen er omheen draaien. Dus dat echt een beetje de twist illusie creëert. Dus dat is een beetje lastig om zo te vertellen, dus je moet het maar vooral even bekijken hoe ik dat hier aan het doen ben. Vervolgens als we de twist uitstaan, gaan we een bocht naar rechts, dan naar beneden en dan onder de drop door. Als we onder de drop vandaan staan, dan maak je weer een bocht omhoog en dan is het een rechtstuk naar beneden, weer omhoog en dan vervolgens in een lang stuk, namelijk de remmen. Hier kwam ik dus achter dat de rollover veel te ver naar links stond, dus ik moest wat verder naar rechts verplaatsen, dichter bij de drop toe en daarbij ook even de drop aanpassen, want zo is hij in het echt ook. Want dit komt eigenlijk zo niet goed uit als je later de wachtrij gaat maken. Dus als je dit zelf ook hebt, verplaats hem eventjes en zorg ervoor dat de rollover begint bij op dezelfde zeg maar een soort van lengte als waar de drop begint. Het is een beetje lastig om zo uit te leggen, dus je moet maar even goed kijken, maar dat moet je zo doen. Ook hierbij moet je dus even de eerste bocht die er was even aanpassen. Daarna kan je de bocht afronden naar rechts en dan maak je hem weer helemaal dicht bij het station. Zorg ervoor dat dat lange stuk tussen de twee bochten bij het station en na de remmen naar beneden toe gaat, zodat hij op de juiste hoogte komt. Dan keer ik nog even terug naar de rollover, zodat ik het oranje gedeelte van de baan namelijk precies mooi kan verbinden. Anders ziet het namelijk heel raar uit dat de baan in één keer stopt. Want we gaan stone namelijk later veranderen. Ook ben ik even aan het testen of de verbinding tussen de iron bars en de normale rails wel goed is, zodat de trein wel normaal overloopt. Dan keer ik nog even heel kort terug naar de twist, namelijk het gedeelte van de stone.
rails. Zorg ervoor dat de rails zo in die soort van kleine kurkentrekjes om het oranje baandeel heen gaan. En natuurlijk dat er genoeg ruimte is aan de onderkant, want anders gaan de mensen mogelijk suffocaten in de oranje baan. Moet je natuurlijk niet hebben. En dat herhaal je dan vervolgens voor alle twee de twists. Zorg er daarna wel voor dat de rails wel in verbinding blijft met de iron bars. Daarna was er nog even wat kleine dingetjes aanpassen, vooral in het begin van de sidewinder en bij een van de twists waar de bocht na de rollover overheen gaat. Want die iron bars en die rails kwamen met elkaar in contact worden op de trein van baan switchten. Was niet de bedoeling. Dus let er ook even op. En daarna is het eventjes testen en dan checken of je baan het helemaal doet. Daarna kan je beginnen aan de supports. De supports heb ik in deze video grotendeels uit mijn hoofd gemaakt. En ja, de supports die zijn niet echt heel spannend naar mijn mening. Maar als je het echt helemaal exact wil, moet je even een foto erbij pakken. En dan kan je ze gewoon zo nabouwen. En dan volgt nu als laatste een speedbuild van het station en de wachtrij. En dat was hem dan, de Condor uit Walibi Holland. In de volgende video gaan we hem helemaal laten werken. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Als je een leuke video vond, laat dan even een blauw duimpje omhoog achter en abonneer op mijn kanaal. Heb je nu een suggestie voor een volgende achtbaan / attractie? Laat ze dan even weten in de reacties. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.